Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag 4 november en ik open hierbij mijn birthday video. Ik ben 8 november jarig en ik vier het op de nacht van 7 op 8 november. Maar nu ga ik naar de verjaardag van november. November is het kindje van Leo en René en die is 2 geworden, dus daar gaan we zo heen. Ik heb echt heel vaak het woord november in deze 30 seconden gezegd. Deze dag is heel anders gelopen dan ik had verwacht. We zouden gewoon lekker gaan lunchen en alles, maar ik kreeg toen ineens gewoon mijn cadeau van Vee en de vader van Vee. Plus, ik heb nog een heel leuk cadeautje van de mama van Vee gekregen. En die wil ik allemaal even laten zien. Hoe leuk is het om mijn video gewoon te openen met allemaal cadeautjes. Wat het cadeautje is van de mama van Vee, dat weet ik al. Maar dat maakt het niet minder leuk om uit te pakken. Maar het is zoals je ziet gewoon een bijzettafeltje. Oeh. My god. Ik dacht dat hij zwart was, maar hij is grijs. Ik moet even dubbelchecken of dat niet verkeerd is gegaan. Maar het is dus een bijzettafeltje voor de planten die we hebben. Ik zeur al heel de tijd dat ik die wil hebben en she bought it for me. Dat vind ik echt super lief. Nou, en Vee die kwam gisteren thuis. En dit was geen verjaardagscadeautje. Hij vond het gewoon leuk om dit voor me te halen. Maar ik vind het wel leuk om het toch even te laten zien. Deze man steelt altijd mijn sokken. En ik zeg altijd wat voor mij is van jou. Maar hij heeft ze wel allemaal een beetje vernacheld. Dus hij heeft nieuwe sokjes voor mij gehaald van Happy Socks. Heel lief. En voor degene die het niet weten, ik draag nooit een BH. En alle braletjes die ik heb, die zitten gewoon niet goed. Dus hij heeft een nieuw Calvin Klein braletje voor me gehaald. En hij zit zo lekker. Samen met een onderbroekje. Ik word heel snel emotioneel van verrassingen. Dus kun je nagaan dat ik toen al een beetje traantjes in mijn ogen had. Maar vanmiddag gingen we dus met z'n allen lunchen. En toen haalde hij ineens een doos tevoorschijn. Ik zag het woordje laptops erop staan. Dus ik dacht, oh, dit zal vast wel een laptophoes zijn of zo. Maar ja, toen haalde ik de doos eruit. En ik vond hem al best wel zwaar voor een laptophoes. En toen zag ik ineens... En toen dacht ik, nee, kan niet. Dit moet een joke zijn. Toen deed ik de doos open en toen kwam dit eruit. En ik kan het nog steeds niet bevatten, want ik wil al zo lang een nieuwe laptop. Omdat die oude gewoon loopt te kloten, maar... En ja, ik word helemaal emotioneel. Ik liep aan te janken. I'm filled with love. Ik voel me super blessed, nu al. En het is nog niet eens mijn verjaardag, dus ja. Ik ga nu snel weg, want ik moet Vee ophalen. En dan gaan we dus naar de verjaardag van november. Zijn nu in Amersfoort. We gaan even eten met de papa van Vee. Zo, het zijn aardig grote bordjes, ja. Nou, iets smakelijk. Dank u wel. Ja, joh. Dank u. Dit zijn de twee mannen die ik moet bedanken voor mijn mooi cadeautje. Dankjewel. Waardeert heel erg. Dankjewel. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb de mannen afgezet. Ze gaan met z'n drietjes naar een concert toe. Ik had Gusta dus gelijk even geappt over dat tafeltje. En zij dacht ook dat hij een stuk donkerder zou zijn. Dus we gaan hem toch even omruilen. Dus ik ga nu op mijn nieuwe laptop. Ben ik nu aan het zoeken naar een ander tafeltje. Still can't believe it. Nee, ik vind het nog steeds heel gek allemaal. Goedemiddag jongens, het is vandaag maandag. Ik wil morgen dus extensions in, maar omdat mijn haar gewoon kort is en best wel dik aan de onderkant, heb ik gemerkt dat de lange extensions gewoon niet mooi matchen. Dus ik wil ze vandaag gaan knippen. Ik denk dat ik ze gewoon op deze lengte wil. Dus ik heb als het goed is alle banen erin. Dit is het afgeknipte haar en dit is gewoon meer dan wat ik op mijn eigen hoofdhuid heb, jongen. Ik ga het nu even verzorgen met een maskertje, een douche. En dan ga ik alweer lekker in mijn bed in. Oh nee, wacht eens. Nee, ik moet nog iets laten zien. Ik heb namelijk een super groot pakketje binnen. Dit is het correcte bijzettafeltje. Als het goed is, ik moet hem nog uitpakken. Ik ga nu het blad eruit trekken en ik hoop echt dat hij zwart is. En hij is mooi zwart. Tada! Hij is veel mooier dan die vorige. Dus ik ga even meteen een fotootje sturen naar Gusta, de mama van Vee. En dan ga ik even bedanken, want ik ben echt heel blij. Ik wilde bijna afsluiten, maar ik loop jullie de hele tijd in mijn vorige video's te teasen dat ik deze video pakjes ga laten zien. Dan moet ik het ook wel echt gaan doen. Oké, als eerste dus het pakje van LA Sisters. Lieve Widia, alvast van harte gefeliciteerd. Hoop dat de kleding goed zit. Liefst Lois. Super lief. And look how bomb she looks. I don't know how she does it. I don't know how she does it.
Dit is de broek. Hij heeft dus een soort leercoating. En dan open leestukken aan de voorkant. En super lief. Ze zou alleen de broek opsturen. Maar ze heeft er gewoon een colletje bij gedaan. Een meshtop. Super lief. En dan als laatste het pakketje van Pretty Little Thing. Daar zat heel veel in. Dus ik dacht, daar moet wel iets tussen zitten wat ik op mijn verjaardag aan kan doen. Ik heb namelijk dit pak gekregen. Dus een broek en een soort blouse-achtig shirtje. Maar zoals je ziet is de broek veel te groot. Maar ik heb ook nog deze jurk. Ik vind hem zo feestelijk, want hij zwiert zo lekker in het rond. En ik ga deze expres niet aan laten zien, want ik denk dat dit hem wordt. Ik denk dat dit de oudste wordt. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik zit in de auto, want ik ben onderweg naar Almere. Ik heb daar laatst heliumballonnen gekocht. Alleen heb ik daar ook meteen voor de helium betaald. Dus ik moet wel weer naar Almere om ze te vullen. Ik moet in Os moet ik mijn taart ophalen. Ik ben helemaal niet goed in topo. Dus voordat ik vanmorgen op Google Maps intikte waar dat nou precies is, wist ik niet waar dat was. Nu kom ik erachter dat ik 1,5 uur moet reizen. Voor een taart. Niet heel fijn, maar goed. If it's pretty, it's gonna be worth it. Ik ben helemaal vergeten dat ik ook nog naar Depp moet. Want er liggen daar wat spullen van mij die ik nodig heb. Look at her. Pretty. Wat? Je hebt gewoon meerdere shit. Luister dan, ik krijg morgen een cadeau van Depp. Maar deze meid bepaalt om nog eventjes wat meer te geven. Ik heb een cleanser van Estée Lauder en Felix heeft die helemaal opgemaakt. Althans, ik en Felix, dus dit is de nieuwe. Ik ben echt heel bang, maar ik ken deze shape. En als het is, dan word ik helemaal gek. Ai. Oh my god, dit is die shape. Oh mijn god. Die was op, toch? Nou, het is gelukt hoor, jongens. Ik weet niet hoe die vlogsters altijd zo smooth lopen met die ballonnen, maar mij lukt het niet echt. In ieder geval, ik heb ze. De 2-in-1. Time to party. We gaan nu mijn taartje halen. En dan kan ik lekker gaan make-uppen. Ik heb echt zin om dit gezicht te verbouwen. Het is zo'n lange rit, jongens. Ik hoop echt dat de taart mooi is. Anders ga ik echt huilen dat ik zo lang voor shit heb gereden. Ik ben eindelijk weer thuis. De ballonnen zijn nog veilig. En ik zal de taart even laten zien. Vet leuk. Met een gouden topper. Dus ik heb ook gouden kaarsjes. Heel blij mee. Nou, ik ben helemaal klaar. We wilden net foto's maken met de ballonnen, maar die werken niet echt mee. Die willen gewoon niet blijven staan. Dus je kan niet lezen dat er 21 staat. Maar ze gaan sowieso mee, dus dat komt nog wel goed. Echt super blij met mijn ketting. Love it so much. Hey! Nee! Hey Vidya, happy birthday. I love Felix, so I love you. So you know it's real. Pili, praat met ze. What you got? Ja, gefeliciteerd. Ja, heel leuk dat je hier in het leven bent gekomen van Felix. Ga je nou niet mijn lijn gebruiken? Ja, gefeliciteerd meisje, ik hou van je. En blijf gewoon nog heel lang bij. Maar ze moet huilen. Dat wil ik niet. Ik moet alleen maar liefde zetten. Zoals ik dat jou ook doe. We zijn onscherp, sorry. Ja, we zijn er weer. Ja, zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Jij bent, dat is oké. Hé, hey, schatje, hou van je. Ja, leuk toch. Oké, moving on. Gefeliciteerd. Kijk. Vele jaren. Gefeliciteerd, Mietje, I love you. Buiten, dit ligt. Weet je goed of niet? Hanna! Gefeliciteerd, girl, love you. Happy birthday, Widia. Gefeliciteerd, bitch. Wat is dat? 21. Just kidding, happy birthday, boo. Nee, iets meer leuk. Wil je het gewoon laten? Nee. Ik ben de cameravrouw. Ik ben de cameravrouw. Happy birthday, Louie. Hoop ik het doe voor alleen deze. Honey, honey, happy birthday. Love you. I know my heart. So much pressure. What pressure? We ain't got no pressure over here. Ain't got pressure over here. Hey, maar volgen jullie mij allemaal? Vidya weet niet dat dit gebeurt nu. Oké, Vidya, als je dit eenmaal ziet, edit even hier onder mijn Insta. Hier zo. Ik heb hem. Doe maar even maar, ja? I'm gonna get a lollipop. I'm gonna get that lollipop. Number two. Je moet me wel aanvullen, man. Sorry. Number two. Like great escapes with you. Oh.
gepakt. Mijn vorige wens. Mijn vorige wens is uitgekomen. Oh. 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 So sweet. Ik weet niet eens dat ze gezond is. Geslaagde verjaardag gehad. Iedereen was er die ik erbij wilde hebben. Ik ga nu lekker naar huis met mijn nummer 1. Because I'm number 1, bitch. Yes, you heard that right. Goedemorgen jongens. Het is vandaag woensdag 8 november. Het is officieel mijn eerste dag als 21 jaar. Ik ben nog niet zo heel lang wakker. Vee gaat zo even lekker een ontbijtje voor mij maken. En dan gaan we snel even douchen en aankleden. Want we gaan naar Almere toe. Naar Deb. Daar heeft ze het tweede deel van mijn cadeautje. En ik weet wat het is, but again, doesn't make it less fun. Oh ja, ik zit te kijken naar mijn ballon. Hij zit wel mooi vast aan de bloemen die ik van Vee heb gekregen. Ik zal het even laten zien. De een zweeft daar en hij zit vast aan mijn bloemetjes. Ik vind het nog steeds lijp dat ik dit twee gewoon heb laten vliegen. Maar ja, ik had het ook niet anders verwacht met mezelf, hè. Hij is altijd aan het bellen. Like, for real though. Wel mijn eitjes. Nou, kijk of je dit van een stille aanbidder hebt, want anders maak ik hem dood, hè? Dat begrijp ik natuurlijk wel. Of het is heel lief dat hij iets voor ons huis koopt. Dan is het alleen maar chill. Maar waarom is dit? Ik ben een beetje bang. Ja, gaan we even kijken, hè? Aww. Wat? Aww. Oh, master. Oh, dit is echt heel lief. Dankjewel, Joanna. Kijk dan. Een mooie foto. Echt lief. En een plantje voor een huis. Hoe leuk. Weer aan het bellen, altijd aan het bellen. Scorpio season, you know. It's Scorpio ho season, je zegt het verkeerd. Fuck this shit, dat is geen. Nee, ik ben geen ho. In ieder geval, ik zeg dat ben ik niet meer. Oh, dat ben ik nooit geweest. Nee. We zitten in de auto, onderweg naar Almere. Ik ga vandaag iets spannends doen, wat ik vorig jaar op mijn verjaardag ook heb gedaan. En ik kan het wel heel leuk niet zeggen, maar ik denk dat jullie het toch wel gaan zien. Dus, no offense, maar ik draag nooit een BH, dus dat gaan ze echt wel zien. Dit is de laatste vlog. Oké, ik ben echt super nerveus. En dat was ik eerst niet, maar Deb komt vanmorgen ineens. Ik ben zo nerveus voor je! Dus toen werd ik ook nerveus. En nu trek ik het echt niet meer. Echt buikpijn. Y'all are good. Ja, nu moet je wel. Ja, nu moet ik wel. Nou ja, ik moet sowieso daar niet van. Uh-oh. Even wat suiker naar binnen werken, jongens. Ik trek het niet meer. Ik trek het niet meer. Ik trek het niet meer. I'm not ready. I'm not ready. En? Hij is een vibes. Ja? En you were there. Hij heeft je groot gehouden. Deb is me erger gewend. Ik loop altijd te kruis als ik pijn heb. Het was echt dit. Woe, joe, woe. Hey. Zo. We gaan even wat drinken, even mijn adrenaline level naar beneden halen. En daarna gaan Vee en ik komen naar Amersfoort, want we gaan daar lekker uit eten bij Jackie Brown. Dit keer wel, champignon ravioli, I'm coming for you. Oké, dus ik heb even snel de pak van Pretty Little Thing aangedaan. En op zich valt het wel mee hoe groot de broek is en ik vind dit ook wel mooi. Ik vind het met punthakken wel leuk. Dus ja, doei! We hebben net lekker gegeten. Ik zit helemaal vol. En we gaan nu naar huis toe. En dan is het alweer tijd voor... Lekker chillen, toch? Vlog nummer 11 vorige keer... Jezus. Vlog 11, hè? Dan is het volgende keer tijd voor vlog nummer 11.